Fakka people, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Judith Fuchs en jij kijkt naar Wat de Fuchs. Wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik iets heel... Hoe noem je dat ook alweer? Iets niet origineel. Ik kom goed in mijn woorden. Wauw! Ik ga in deze video iets heel origineels doen. Namelijk, ik heb op Instagram gevraagd. Of mensen roddels wilde insturen die ze over mij hebben gehoord. En die ga ik ontkrachten of bevestigen. Dus ja, dat wordt heel leuk, hoop ik tenminste. Dus ja, we gaan gewoon beginnen met de eerste. Dus ja, hier. Het klopt inderdaad dat ik een iPhone X heb. Niet de iPhone X, maar de iPhone XR officieel. En mijn moeder heeft nu ook net een nieuwe telefoon. Maar al die foto's met... wazig en zo, weet je wel. Dat is inderdaad van mijn telefoon. Want ik ben echt heel cool. En inderdaad, het klopt. Ik ben geen fan meer van Enzo. Ik was heel erg fan van Enzo. Ik heb heel veel geld aan merchandise uitgegeven. Want zo ben ik. Maar nu, kijk. Het is ook niet dat ik zijn video's niet leuk meer vind. Maar ik heb gewoon te veel dingen die ik leuker vind dan Enzo's vlog. En dan schiet dat er heel erg tussenuit, zeg maar. Ik koop geen Instagram volgers. Want als je Instagram volgers koopt, dan koop je er ook meestal wel echt meteen veel. En nee, dat doe ik niet. Dit kan ik ook zeker ontkrachten. Lotte is een hele goede vriendin van mij. Die ik ken via Instagram. En we kennen elkaar via een beetje fan dingen en zo. En zij had 4,5k 1000 volgers op een fanaccount, maar dat... Oh, het is gewoon een 4. Ik dacht dat het een webs was. Maar nee, dat is zeker niet waar, want ik ken Lotte al überhaupt al best wel lang, al anderhalf jaar inmiddels ongeveer. En op dat moment had zij nog maar 100 volgers en ik 200. Dus ja, dat was niet... Nee, dat klopt niet. Dus laten we het daar maar op houden. Oké, hier zo heb ik de naam even doorgekrast. Want dit is nog steeds op zich nog een prima, ook goede vriend van mij. Maar het is ook mijn ex. En het is dus ontgroend en of ik nog ben verliefd op hem ben. En het klopt allebei niet. Dus dat ga ik ook allebei ontkrachten. Dat voor geluid heb ik nog niet gemaakt. Wow, ik kan fluiten, jongens. Dit is dat ik alleen fan ben van Kelvin omdat ik geen vrienden heb. Ja. Moet jullie toch echt wat vertellen, jongens. Het klopt wel. Het is wel waar. Ik heb niet zoveel vrienden. Ik bedoel, waarom zou ik anders YouTube doen? Waarom zou ik anders dagen in mijn kamer spenderen aan Friends kijken? Nee, het klopt niet. Oké. Dit is niet waar. Het zou ook wel een beetje apart zijn als het waar is. Dus het is een beetje hetzelfde als mensen die dan... sorry als je dit bent, het spijt me. Maar ik vind het echt grote onzin dat ze ontmaagd worden op een 12e of zo. Dat ik echt denk... Oké. Okay. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Nou ja, behalve als je natuurlijk zelf wil, hè. Het is je eigen keuze. Doe wat je niet laten kan. Dit moet ik helaas wel bevestigen. Meer dan 500 euro, dat is zeker waar. Ik denk dat ik inmiddels ja, toch wel op de dikke 600 zit. Oeps. Maar weet je, jongens, kijk, het is een beetje hetzelfde. Je kan of een pet kopen van iemand die je leuk vindt, of gewoon een normale pet. En nou,
wat je zelf maar leuk vindt, snap je? Wijze woorden van Judith Fuchs. Ja, eigenlijk officieel. Kijk ik überhaupt wel de goede in? Ja, toch, dat moet wel. Ik heb geen twee ogen. Nee, maar nee. Dat is waar. Dat klopt. Ja. Door. Dok. Ja. Ik lust geen appels. Nou, moet ik je eerlijk zeggen dat ik vroeger... Kijk, ik ben echt ontzettend kieskeurig. En ik ben een hele moeilijke eter. En ik ben heel... Ik heb echt zo'n hoe noemen mensen dat? Een handlijst? Heet het een handlijst? Nou ja, zo'n lijst, weet je wel, gewoon met dingen die je nodig hebt. En ik heb een hele grote handlijst, dus je kan mij heel moeilijk begrijpen. Maar het is dus wel zo, ik hou wel van appels. Oh, dus het is niet zo, want ik hou wel van appels. Maar ik hou bijvoorbeeld niet van die doorzichtige appelsap, weet je wel, van het hele chemische. Wel van die echte appelsap, maar van het doorzichtige. En ik hou niet van appelmoes. Ik heb hier ook allemaal rug. Maar goed, is even terzijde. Dus ja, ik hou wel van appels. Ook niet van groene trouwens. Wel van rode, maar niet van groene. Je moet ook niet van die hele kleine zure hebben. Die zijn ook niet lekker. Ja, precies. Woe! Ik ben stiekem een malaria-mug. Ja, jongens, dat is waar. Heb jullie allemaal stiekem geprikt in de nacht. Iedereen waarvan wie ik het adres weet. Ik ging prik, prik, prik. En jullie hebben allemaal malaria zonder dat je het weet. En je gaat binnenkort dood. Volgende vraag. Dit is een fan van Why Don't We. En jullie weten waarschijnlijk allemaal wel dat zeker waar is. Kijk, Why Don't We is gewoon een hele leuke band. En ze zijn gewoon knap. En ik hou gewoon van ze. Dit zijn twee mensen bij mij op school. Ik heb de namen wel doorgekast. Maar laten we ze voor nu eventjes Muis en Olifant noemen. Muis is een muisje, Olifant is een jongen. En het zat volgens mij zo dat Muis en Olifant wilden allebei ontgroend worden. En ze vonden allebei elkaar gewoon aardig. Ze vonden elkaar verder niet leuk. Maar toen zijn ze wel door elkaar ontgroend. En vervolgens ging Muis heel erg opscheppen dat ze ontgroend was door Olifant. Maar ik weet niet zeker of dit waar is. Dit heb ik alleen gehoord. Dit zijn de roddels. Nou kijk, er staat. Ga. Maar ik denk dat hij gay bedoelt. Maar dat klopt niet. Nou, dit is wel grappig, want deze vraag heeft een oude oppas voor mij gesteld. Nou ja, oude, ze is niet oud, maar meer een soort van, ze paste zeg maar bij ons op al toen ik 2 was. Dus ik ken haar al heel lang. En vroeger zei ik altijd dat ik nooit loog. En dat klopt ook, want ik kan niet liegen. Nu lieg ik wel af en toe, maar het is wel echt, zeg maar... Ik word heel snel rood en ik ga heel snel zeg maar lacherig doen en zo. Dus mijn liegvermogen is zeer laag en daarom doe ik het ook heel weinig. Maar vroeger loog ik oprecht echt nooit. En nu echt af en toe als het echt, weet je wel. Dan leug ik je best veel. Oké. Nee. Ik ben zielig. Ik ben alleen. Nee. Ik ben wel alleen. Nee, ik heb geen vriendje. Woe! Ja, kijk jongens. Dit is dus waar. Ik ben dus echt heel lelijk. En kijk, ik heb bakken met make-up op. Ik heb op dit moment niet eens mascara op. Trouwens, dat is het enige wat ik überhaupt, zeg maar, opdoe. Af en toe. Nou ja, af en toe wel vaker. Maar ik heb letterlijk, ik heb geen verstand van make-up. Ik weet niet eens het verschil tussen, wat was het ook alweer? Ik weet het namelijk nog steeds niet. Maar iets met contour was ook ergens met je wangen volgens mij. En dan was nog iets met je wangen. En ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik weet hoe ik mascara op moet doen. En daar blijft het bij. Oké, en lippenstift lukt me ook nog wel. En nu doen we... Jee. Dat ik een crush op Enzo heb. Nee, dat is niet waar. Kijk, ik was vroeger heel erg fan van Enzo. En ik ben nu heel erg fan van Kelvin. Maar ik heb met hun allebei echt nooit gehad, zeg maar, dat ik zo...
van oh my god, ze zijn zo knap, oh my god, oh my god. Weet je, wat ik nu wel met mooi hun twee heb. Maar dat heb ik bij hun twee eigenlijk nooit gehad. Dus nee, ik heb geen crush op Enzo. Oké. Dat ik niet van ijs hou. En dit is wel een grappig verhaal. Want dit heeft, voor het geval dat niet kan zien, dit heeft Finn ingestuurd, die jongen van de vorige video. En hem ken ik dus al heel lang. En het klopt inderdaad dat ik vroeger niet van ijs hield. Maar dat was helemaal niet omdat ik het niet lekker vond. Dat was gewoon omdat ik het nog nooit had geproefd en het zeg maar cool vond om heel veel vies te vinden. En ja, dat weet ik ook niet precies waar dat vandaan komt. Maar ja, toen vond ik ijs dus niet lekker. Dat heb ik ook in vriendenboekjes geschreven. Wat vind je niet lekker? IJs. En dan zijn we alweer bij de allerlaatste aangekomen. En dat is dat ik niet van pizza hou. En dit is wel een verhaal. Ik hou wel van pizza. Maar ik hou niet van bijvoorbeeld Domino's. Ik hou niet van pizza's met dikke bodem. Maar soms vind ik dat dan ook weer wel lekker. Ik hou niet van pizza's met vlees of met vis. Ik hou niet van pizza's met dit. Ik hou niet van pizza's met dat. Ik hou van heel weinig soorten pizza's. En ze moeten goed, zeg maar, ik hou van heel weinig plaatsen waar ze pizza maken. Maar ik hou wel van pizza. Dus het is niet waar. Maar ik ben nogal kieskeurig. En ja, dat was alweer de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Hij is waarschijnlijk niet zo heel lang. Het spijt me daarvoor. Maar ik hoop wel inderdaad dat je het leuk vond. Dus ja, doe even een duimpje omhoog als je dat vond. Abonneer hier zo beneden. Laat ook een reactie achter als je dat... Oh, waarom zeg ik zo vaak leuk? Ik wilde nu ook weer... Als je dat fantastisch vindt. En dan zie ik jou bij de volgende video. Dus ja. Doedels!